Door verandering in de zorg is het voor wijkverpleegkundigen steeds moeilijker om de juiste zorg te bieden bij chronische ziektes. Sensire in Doetinchem heeft daar iets op gevonden door gebruik te maken van moderne technieken. En die gaan eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. Marita, je bent verpleegkundig specialist. Longziekte verbonden aan het Slingeland ziekenhuis. Wat is jullie samenwerking met Sensire? We zijn een project gestart waarbij we vooral bij de chronisch zieken, en in dit geval de longziekte, mensen met COPD, een samenwerking hebben waarbij we ernstig zieke patiënten thuis kunnen laten. En via een tablet met zorg op afstand mensen kunnen monitoren. Gaat het alleen over COPD? Ons project is inderdaad alleen over COPD. Maar er loopt ook al een project, ook in dezelfde samenwerking, voor een andere groep chronisch zieken, namelijk voor de patiënten met hartfalen. En de bedoeling is om in de toekomst ook andere groepen chronisch zieken op deze manier van zorg te voorzien. Wat moet ik me nou precies voorstellen bij zorg op afstand? Bij zorg op afstand, we hebben een groep patiënten met COPD. Die hebben een tablet in bruikleen gekregen. En die moeten 2 keer in de week een vragenlijst invullen. En daarna staat er heel veel informatie speciaal voor hun op dat tablet wat ze kunnen nalezen. En die uitkomst van die vragenlijst gaat naar het Medisch Service Center. En daar wordt eigenlijk indien nodig contact opgenomen met de patiënt. En als het ziektebeeld echt verergerd is, dan krijgen wij een berichtje als longverpleegkundige of als verpleegkundig specialist om vervolgens met die patiënt te gaan beeldbellen. Ja. Meneer Bremer, u heeft al een tijdje hulp op afstand. Ja. En u heeft een tablet in bruikleen. Ja. Hoe bevalt u dat? In het begin is dat even wennen, maar dat gaat nu eigenlijk prima. Ik vul 2 keer in de week een lijst in. En aan de hand van die lijst wordt gekeken van hoe mijn toestand eigenlijk is. En dan wordt er via een callcentrum contact met me opgenomen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een longverpleegkundige ingeschakeld wordt. Die gaat dan ook met mijn beeld bellen. Die zegt dan, nou, pas je medicijnen wat aan, pak meer zuurstof, neem meer rust. Het geeft vertrouwen, een stuk zekerheid. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw. En ja, dat is natuurlijk ook wel iets waard. Bent u helemaal gewend al aan het beeldbellen? Ja, goed. Want ik zag u net beeldbellen, dat ging u wel heel goed af. Oh, toch wel. Ja. Ten slotte, Marita, wat is het grote voordeel van dit systeem? Nou, ik denk dat we hiermee de patiënten die COPD hebben toch ook een beetje meehelpen om bewuster om te gaan met hun ziektebeeld. En ook sneller op signalen dat het niet goed gaat, dat ze daar sneller op inspelen. Dat is heel belangrijk voor hun zelfmanagement en wat zeker bij zo'n chronische ziekte heel belangrijk is. En eigenlijk proberen we op deze nieuwe manier van zorg mee te kijken bij de patiënt achter de deur. Marita, dankjewel voor je antwoorden.